Klaas-Jan. Klaas-Jan. Even naar rechts. Klaas-Jan. Ja, jongens. Al sinds dat ik een jonge jongen was, was ik gek van Ajax. Natuurlijk, toen Kluivert het puntje maakte dat je op de bank staat te dansen. Als je er zelf komt voetballen, is het, maakt het nog meer bijzonder. En daarom ben ik ook teruggekomen. Kijk, Ajax is de club die voor mij staat voor het mooiste voetbal. Het leukste, waar je het meeste plezier aan beleeft, zeker als aanvaller. Ik heb altijd alles proberen te doen, te geven. En ja, dat het uiteindelijk zo gelopen is, ja, vind ik fantastisch. Vorig jaar dacht ik wel van, zal ik gaan stoppen? Toen kwam corona. Uiteindelijk denk ik van ja, zo wil ik niet stoppen. En kwam Mark met het idee van oké, blijf gewoon bij Ajax. We kijken dan wanneer we een moment afscheid kunnen nemen. Of dat je door kan in de staf. En ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En ja, en nu komt dit nog op je pad. Dus, apart seizoen, sowieso al. Vorig seizoen ook. En dit ook helemaal. Hij heeft 158 goals gescoord in 257 wedstrijden. Welk doelpunt vergeet je echt nooit meer? De eerste. Heerenveen uit voor de beker was. Tegen Inter. Ja, eigenlijk weet ik de meeste nog wel. Ja? Ja. Waarom moet je daar zelf om lachen? Ja, gewoon, dat is gewoon iets waar je mee bezig bent. En ja, niet een obsessie, maar toch wel een soort van iets waar je, ja, wat je drijfveer is. En dan uiteindelijk natuurlijk ook winnen, maar goals maken zit gewoon in je. Ja, en die laatste T tegen Twente, hoe hoog staan die in het lijstje? Ja, die vind ik natuurlijk ook mooie momenten. Delen met Onana, het juichen. Natuurlijk was er al een tijdje wel interesse van Schalke en ik had ook wel met André erover gesproken. En op dat moment scoorde ik en was ik aan het rennen en toen zag ik iemand van links komen. Toen dacht ik, die ga ik voorbij, weet je wel. En toen uiteindelijk liep ik door en kwam ik bij André uit. Ja, dat zijn de mooiste dingen. 6,5 jaar Ajax. Ja. Mensen die je hebt leren kennen, ja, is gewoon een apart gevoel. Ik heb ook slecht geslapen, eigenlijk na Twente een beetje. En ja, zo gaat het. Ik zie het als een hele grote uitdaging om met Schalke proberen erin te blijven. En ik hou van uitdaging, daar krijg je energie van. We staan 5 punten achter, zeg maar, op Keulen. En nu komt de belangrijke wedstrijd eraan tegen Keulen. Dat is woensdag. Dus ik weet niet of ik die helemaal kan spelen. Ligt een beetje aan de kuit, maar het zal heel zwaar worden. Hele andere situatie dan Ajax. Ik denk misschien in alles wel tegenovergestelde. Ik krijg daar toch iets meer speeltijd. Kan je ook iets meer laten zien de laatste maanden. En ja, ik vind het mooi als ze erin blijven. En met Ajax komt het wel goed.